vijfde deel van de themareeks rond hoogbegaafdheid gaat over het versnellen van jouw kind. Het is een heel belangrijke beslissing en ook een heel moeilijke beslissing die je als ouder hebt. Je zit dan met heel veel vragen. Vragen zoals het feit dat het nadelig zou zijn voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van jouw kind. Of dat er later problemen zullen zijn in de puberteit. Of dat jouw jonger kind problemen gaat ondervinden en nadelen bij het kleine gestalte en de minder motorische ontwikkeling. Of dat ze het eigenlijk zouden toch moeten leren samenspelen met hun leeftijdsgenoten. Iedereen doet het zo. Of het gaat allemaal wel net iets te snel gaan in de latere jaren van hun schoolcarrière. Allemaal terechte bedenkingen en vragen waarin we in deze themaavond een duidelijk antwoord gaan geven met duidelijke parameters die jouw keuze kunnen objectiveren om al dan niet te versnellen. Iedereen welkom voor naar de themaavond te komen. Twee opties, oftewel schrijf je je in voor de themaavond tweedaagse deze zomer. Daar gaan de 6 themaavonden samen over 2 dagen gespreid worden. Of de reeks in het najaar waarin we in 6 avonden het volledige aspect van de hoogbegaafdheid, mindset, positieve discipline, het onderpresteren en het versnellen en de hoogbegaafde volwassenen weer zullen uitgebreid toelichten. Schrijf je zeker tijdig in, want de plaatsen zijn beperkt en sommige delen lopen heel rap vol. Tot dan!